Wow. Goedemorgen allemaal, het is 6:55 en ik ben wakker, zoals je ziet. Ik ga even koffie zetten voor onderweg. Ik wacht heel even met de druk op de knop, want anders komt er zoveel lawaai. Maar ik heb even een yogales ingepland om 6:15 vanochtend via OneFit. Dit is voor het eerst dat ik in Den Haag zo'n vroege yogales heb gedaan. Ik heb één keer in Amerika, in Amsterdam zo'n vroege les gedaan. En dat vond ik toen wel fijn. Alleen hier denk ik de hele tijd, nee, ik moet morning walk doen, ik moet werken, wat dan ook. Maar gisteravond, ik weet niet, mijn dag was best wel een beetje chaotisch. Ik had niet gesport. En toen dacht ik denk dat ik gewoon heel even de volgende ochtend mezelf moet pushen om te beginnen met iets van yoga of zo. En dan niet zelf doen, maar naar een les. En daar is OneFit echt top voor. Dus ik heb even een les ingepland. Ik ben heel benieuwd. Het begint om 6:15. Het is Hatha Yin Yoga. Nee. Het is yin en yang yoga, dus niet alleen yin, niet alleen maar mentaal. Goed, ik ga koffie zetten en dan ga ik... Oh, yes. Kaas. Je hebt geen idee hoeveel zin ik hierin heb. Oh, kaas in Nederlands beste ever. Dus ik ga dit ontbijten met een lekker broodje. En een kop thee. En ik heb mijn lievelingsthee ook weer gekocht, of één... Van mijn lievelingstheeën. Dat is deze. Van Shottima. Met ginger, fennel en cinnamon. Lekker spicy, lekker herfstig. Met mijn herfstkaars aan. Deze vind ik dus heel lekker blijkbaar. Want hij is bijna op. Maar goed, ik heb er nog één. Just in case. Raampje open. Top. Het moment van de waarheid. Een pakje kaas. Het is echt ongelooflijk hoe smaakvol dit is. En dit is nog niet eens de lekkerste kaas. Of de kaas die ik het lekkerst vind. Want dit is 30 plus en normaal hou ik gewoon van iets van beleeg of extra beleeg of wat dan ook. Of oud. 30 plus beleeg is het trouwens. Maar jeetje mina. Dit is echt niet normaal. Wat een verschil. Sorry dat ik er weer over begin. Maar onthoud even mijn huid. Want over een paar dagen, over een paar weken, gaat het beter worden. Met alles wat ik weer gewoon in mijn lichaam stop wat goed voor me is. Zeg ik, terwijl ik een stukje kaas eet. En kaas staat best wel bekend omdat het een huidverslechteraar is. Maar goed, ah, ik word hier zo blij van. Oh, en gisteren had ik ook yoghurt gegeten. En ook yoghurt smaakt zoveel lekkerder hier. Het is niet normaal. En dan sta je dan niet bij stil omdat je dan daar gewoon yoghurt eet. En dat is gewoon wat het is. Maar dan kom je terug. En dan proef je de yoghurt weer hier. En dan denk je, jeetje. Nederland, land van zuivel. Heel lekker. Oké, ik ga er even rustig ontbijten zonder de camera. Dat geboor buiten, dat heb ik wel... dat heb ik niet gemist. Laat ik het daarop houden. Ik moet wat podcasts opnemen. En dat gaat natuurlijk niet als er de hele tijd wordt geboord. Dus misschien moet ik dat 's ochtends vroeg doen. Maar ja, dan heb ik misschien een beetje een heese stem. Oké. Deze gedachtes ga ik even zelf uitwerken. Niet met jullie lastigvallen of zo. Ik ben eventjes langs mama gegaan. Het is de eerste keer dat ik weer hier ben na Amerika. Dus het is toch een beetje gek, hè? Om mama niet elke dag te zien. Toch, mam? Ja. Dus ik ben nu bij mama thuis. En mama heeft alle Expeditie Robinson afleveringen opgenomen. Klaarstaan, zodat ik ze kan kijken. Dus ik heb nu dit lekkere hoekje hier. Om dan Expeditie Robinson hier te kijken. En dit is wat ik qua eten heb gepakt. Gewoon van alles uit de koelkast. Een halve mango. Een beschuitje met kaas. Oh my god, beschuit heb ik zo lang niet gegeten. Een broodje met brie. En een beetje lasagne. Ja, het is echt een bij elkaar geraapt stukje eten. Maar ik heb er echt zin in. Ik heb honger. En ik ga hier heel relaxed zitten. Oh, wat is het chill. Het is altijd een soort van extra rustgevend gevoel bij je moeder thuis. Oké, ga kijken. Head up in the clouds on my since I met you. Heart out of my sleeve. Oké, ik ben in Amsterdam na
ik weet niet hoe lang. Het is best wel lang geleden natuurlijk. Dat ik voor het laatst bij Boy ben geweest. In ieder geval langer dan een maand. En Boy heeft wat dingen veranderd in zijn huis. Maar ik mag het dus nog even niet zien. Ik sta voor een dichte deur hier. Ik moet even wachten tot het allemaal aanstaat of zo. Of klaar is gezet. Dus ik ben benieuwd. Hij loopt wel steeds langs. Ja? Ready? Hoi. Kan het? Komt-ie maar. Wow. Wat een andere ruimte voelt dit. Is het anders? Ja. Ja. Oh, wat gezellig. Dit is dan de eetplek. Oh my god, dit is echt heel gezellig zo. Met dat ding erboven. Oh, het ruikt naar jouw huis. Dit heb ik gemist. Oh, we hebben de lamp. Dit is een soort van snelle plek waar je hem wil vangen. Ja, hier was het een beetje donker. En oh, ik moest hem wat ergens mooi doen. Met die plant. Dit staat ook leuk zo. Ik vind dit, deze kleur hout en dan met de plant zo, heel mooi staan. Dat donkergroene en donkerbruine. It's so nice. Oh, Elvis is daarheen. Mm-hmm. Oh ja, want Elvis was hier eerst. Oh, maar dit vind ik echt... Oh, het is blauw! Het is roze! Oh my god! What the fuck? Oh, dit is niet gezellig. Ja, maar dit is voor concentratie. Is dit voor concentratie? Oh, dit is... Wow, ben je met je telefoon in de lamp aan het besturen? Kan zelfs, let op. Waar is die app? Duurt lang. Ja, ik kan ook even pauze zetten. Rood, oranje, achtig. Wow, ik vind het echt heel gezellig zo in deze hoek. Wat lachen dit. Kijk in de slaapkamer. Dit moeten we alleen wel nog even fixen. Wat? Dit. Wat? Nou, gewoon deze hoek, vind je niet? Oh, heb ik iets gezegd. De slaapkamer. Oh, ik vind niks veranderd. Kleedje. Gezellig. Oh. Wat nice. Kijk hoe gezellig. Boy heeft eten gemaakt. En ik eet een hapje mee. En hij heeft brood gemaakt. Ik heb brood gemaakt. En we gaan Boes op de vrouw kijken. Het is woensdagavond. En wij drinken een drankje. Het leven is anders ineens. Behind the scenes. Ik heb nog een goede foto, denk ik. Is dit voor een foto allemaal? Ja, kijk. Wat zien we hier? We zien Tanny op een bankje zitten. Het is een bloggersfoto dit, hè? Ja, maar... Zo heb ik jou ooit bij onze online ontmoeting heb ik jou geïdentificeerd. Jij bent vast een blogger hoe je erbij zit. Ja, dat wist je toen nog niet, toch? Nee, maar... Zou je nog teruggaan en dat veranderen? Het blogger zijnde? Nee, gewoon dat je dacht, oh my god, ik wist niet waar ik aan begon met een blogger. Nee, zeker niet. Wat vind je van de nieuwe richting? We hebben natuurlijk op beeld gezien toen ik binnenkwam. Toen heb ik gisteren het een beetje veranderd. Tanny heeft de bank van daar naar daar gezet. Nee, ze heeft het allemaal mooi bij elkaar gezet. En de plant mooi in het licht gezet. Gewoon dingen verwisseld en de tafel en de boeken hier. En dit allemaal zodat het bij elkaar hoort, in plaats van de lach van alles. En de bank mooi licht. In de hoek. Hè? Mooi licht. Bank in de hoek, lamp daar, hoekje daar, televisie ietsje naar deze kant, kleed naar deze kant, naar deze kant. Het is gewoon een beetje, het is een heel leuk hoekje geworden. En mensen vragen zich af hoe je dat hebt opgehangen. Zelf zwart gemaakt. Goedemorgen.
Goedemorgen allemaal. Nu even een normale goedemorgen. Ik zit een beetje in mijn hoofd met allemaal dingen die ik ook op YouTube wil gaan doen en wil vertellen. En daar ga ik misschien even een videoreeks van maken. Maar het komt er eigenlijk op neer dat ik wat meer van mezelf wil laten zien. Wat eerlijker wil zijn. Niet dat ik niet eerlijk ben. Maar wat minder geschaafd en netjes gemaakt. Want daar ben ik normaal nooit van geweest. En dat ben ik in mijn gewone leven ook niet. Dus ik ben een beetje behoudend geworden op YouTube. En ik wil eigenlijk dat dit gewoon een verlengstuk is van mezelf. En ik heb heel veel te vertellen. En ik heb heel veel te zeggen. En er gebeuren heel veel dingen. Die ik allemaal niet heb gedeeld. Om een soort van ellende te voorkomen in de reacties. Maar wil ik nou zo'n leven leiden? Nee. En die ellende en reacties. Eerlijk gezegd doet het me steeds minder. Of eigenlijk nog minder dan minder zelfs. En dat is wel bijzonder. En daarom denk ik dan ook. Oh, de reacties zijn er toch wel. I do not care. Alle lieve reacties wil ik omarmen. En gewoon iedereen knuffelen daarvan. En alle anderen. Kijk maar lekker naar mijn video's. En comment maar. Ik bedoel, je zorgt toch weer voor extra interactie. Oké, nu even mijn ontbijt. Ik heb hier een bakje havermout. Oeh, eigenlijk wil ik daar nog even wat koude melk bovenop doen. Mensen vinden dat een beetje gek steeds. Maar ik vind het heel lekker. Als je nou eens een keer scherp wil stellen, camera. Ja, en ik heb hier een soort van fruit, gedroogd fruitmix van de Lidl bovenop gedaan. En de havermout is met pumpkin pie spice gemaakt. Dus helemaal herfstig. Hij is nog warm. Kaarsjes staan aan. Dus ik moet dat snel gaan eten. En hier heb ik de koffie. Aangezien Boy geen koffiezetapparaat heeft. French press. En dit is altijd het leukste om te doen, vind ik. Zo, dat je dit zo naar beneden doet. Oeh. Goed richten. Oh, kijk hoe warm hij is. Ik heb alleen mijn aluminium rietje niet hier. Ik ga even wat melk bij doen. Ik ga Jon Olsen kijken. En genieten van deze ochtend. I've been in